Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Ik ga vandaag iets doen wat ik altijd al heb willen doen. Ik ga namelijk een room makeover geven bij iemand anders. Ik had niet zo lang geleden een foto geplaatst met een Xenos winactie. En daarin kon een van jullie een room makeover ter waarde van €350 winnen. En vandaag ga ik naar de winnares toe. Ik vind het, om eerlijk te zijn, ook wel een beetje spannend. Want ja, ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Ik heb wel vaker room decor video's gemaakt. En ik ben ook wel op bezoek geweest bij mensen. Maar dat waren mensen die ik kende. Maar ik heb er wel super veel zin in. En ik hoop jullie ook. Dus mocht je nog niet op mijn kanaal geabonneerd zijn, doe dat dan vooral. En doe een duimpje omhoog. En laten we maar naar de winnaar gaan. Ik ben nu met Amber. Hi. En Amber is de gelukkige winnares. We zitten nu in je kamer. Hoe zou jij op dit moment je kamer slash stijl omschrijven? Het is heel erg, ik wil nu wat meer richten op bamboe en inderdaad wat natuurlijker. Ik had vroeger altijd heel veel groen, goudtint en inderdaad grijs, want mijn muren zijn ook nog grijs. Mm-hmm. Maar ik zie het liever iets wat knussiger en wat meer aangekleed. Oké, dat gaat zeker goed komen. We hebben heel wat spullen van de Xenos. En we hebben twee stijlen, namelijk Bizar Bazaar en Verrassend Eenvoud. En daarmee gaan wij jouw kamer restylen. Ik heb er heel veel zin in. Ik ook, zeker. Oké, dan gaan we met een makeover aan de slag. We hebben hier alle spullen. Het ligt een beetje overal en nergens. Maar ik denk dat we best kunnen beginnen met je bed en wat daarboven staat. Dit is het op dit moment geworden. Dan wordt het tijd om je bed wat op te maken. We hebben een dekentje, maar die gaan we denk ik bewaren voor straks. Kussens hebben we nog. Kussens daar. En een pleetje dit toch? Deze ja, kussens. Ik denk dat dat wel leuk is. Yes. Yes, yes, yes. Dan hebben we een hele mooie ladder. En het leek ons leuk om hem daar neer te zetten. Dus we moeten een beetje dat hoekje leegmaken. We hebben heel mooi neppe bladeren. Dat gaan we hierbij doen. Ik denk dat het ook wel leuk matcht omdat je hier een plantje hebt. Yeah. En dan denk ik dat het misschien wel ideaal is om dan zo'n grote mand daar in het hoekje te doen. Mm-hmm. Deze een beetje omheen wikkelen. Ja, hoe jij het mooi vindt. Ah ja. Dat mandje gaat weg en daar komt dit ding voor in de plaats. Even kijken, daarachter of daarvoor. Achter, weet ik niet, weghalen. Deze even weg. Zo, misschien. En anders zit hij erachter. Dat past hij wel. Op zich heeft het achter ook wel wat. Dan is het wat opgeruimder. Opgeruimd staat netjes. Heel handig. Als ik hem ook dicht krijg. Zo. En dan hiervoor? Of is dat... Een beetje gek. Ja. Je kan hem toch wel denk daar dat we in plaats van die mand toch wel die daar neerzetten. Dat oogt misschien wat rustiger. Ja, precies. En dan kunnen we dat een andere plekje geven. Ja. Ik denk dat dit toch wel wat rustiger oogt. Ja. Want jij wilde ook wel wat rust creëren. Maar dan heb je toch wel je opbergplek. Maar is het niet van mega druk? Nee. Oké. Leeg. Het wordt tijd voor iets nieuws. Ik vind het op zich wel heel goed met de muur, hè? Ja. En ik denk dat het dan misschien wel wat rustiger oogt, omdat je best wel al veel spullen in je kamer hebt. Ik snap de struggle. Je hebt zoveel dingen, je wilt het ook overal allemaal zetten, maar het is eigenlijk een beetje rommelig. Maar het komt goed. Ja. Klaar. Dit is hem. Ja. Dit is het. Tadaa. Nee. Ik hoef er niks meer aan te doen. Hoffie
Officieel is dit een opbergmand, maar ik dacht, wat nou als je de plant er gewoon in doet, dan heb je een soort van geüpgraded plantenpot. Hoe leuk! Volgens mij is het wel schattig. Ja, het is echt schattig. Oh ja, het is inderdaad wel heel cute. We gaan beginnen aan ons laatste mini projectje. We gaan die muur leegmaken en dan gaan we deze proberen op te hangen. En dan hebben we hier ook nog een kleed, maar die staat eigenlijk best wel goed. Ja, ik vind het daar ook wel mooi liggen als je die inderdaad daar ophangt. Heel mooi mesje zo. Helemaal top. We hebben net even wat hulp ingeschakeld om dat ding op te hangen. Het was nogal een klus. Ja, want ik wilde niet met de boormachine aan de slag. Dus uiteindelijk was het gewoon met de spijker, dus dat ging wel goed. Maar hij hangt. Ik vind het echt een hele leuke plek. Het staat heel mooi zo, ook met die zo. Het is niet zeg maar te veel, want ik dacht eerst misschien twee spiegels, wel veel. En ook, het is natuurlijk best wel een groot ding. Maar eigenlijk vind ik het wel heel mooi en rustig eigenlijk ook. Nou, ik heb hier mijn bureautje staan met mijn make-up kastjes. Dus daar doe ik op mijn make-up. Hier heb ik een aantal haarproducten staan. Mijn plantje staat hierop. Nou, dan hebben we nu een hele mooie ladder staan. mijn kledingrek. Nu een hele mooie opbergpoef. Hier is nog meer kleding in mijn kast. Mijn prachtige bed. Hier heb ik mijn ladekast staan met mijn lamp. En in mijn hoek nog wat plankjes. En dat is het eigenlijk. Nou, prachtig. Het is klaar! Het is natuurlijk niet een extreme makeover, nee, daar heb je ook niet voor aangemeld. Maar het is al best veranderd. Ja, want als je de before en after bij pakt, dan zie je wel een verschil. We hebben alleen wat decoratiedingetjes aangepast, maar zo zie je maar weer dat je met kleine elementen je kamer al zoveel leuker kan maken. Precies, ja. Ik ben ook er wel erg tevreden. Ja. Ik vind echt dat je een leuke kamer hebt. Ja, ik ben ook natuurlijk. En wat wil je nog veranderen? Want je had aangegeven dat je wel bezig was met je kamer veranderen. Ja. Wat ontbreekt er nu nog? Ik ga sowieso nog mijn muren schilderen. Oh. En dan het liefst een beetje deze toon. Mm-hmm. Of misschien gewoon wit, want hij is nu natuurlijk grijs. En dat vind ik iets wat donker. Mijn rolgordijnen gaan allebei de kanten gaan ze weg. En komen er wat lichtere gordijnen voor terug. Misschien bamboegordijntjes. Ben ik nog aan het over twijfelen. Gordijnen worden ook anders, dus eigenlijk dat een beetje. Dus dit is een goed begin van je zeker nieuwe weten. Kamer. Ja, omdat ik nu alles zo wat meer inspiratie heb voor alle dingen die ik nog wil gaan doen. En de kleuren een beetje kloppen, is dat wel heel chill. Ja. Nice. Nou, ik vond het heel erg leuk dat ik langs mocht komen en ik ben blij dat ik jou blij heb gemaakt. Ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk vonden om deze mini makeover te zien. En natuurlijk willen wij allebei Xenos ook nog bedanken. Zeker weten. Dat dit mogelijk kon zijn. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!